Het jaar 1811 is een van de mijlpalen geweest in de ontwikkeling van de advocatuur in ons land. Met de komst van de Fransen, hun wetten en hun rechtspraak zou er voor advocaten heel veel veranderen. We zijn hier in de Rolzaal, een van de oudste gedeelten van het Binnenhof, dat ten tijde van de Republiek gebruikt werd als zittingszaal van het Hof van Holland en Zeeland. In die tijd gold nog dat advocaten alleen waren gebonden aan de regels die aan hen werden opgelegd door het Hof en de rechtbank. Die regels liepen door het hele land uiteen, zoals ook de rechtspraak in de Republiek een lappendeken was. De balie stelde zelf geen regels. Bovendien was het de lokale rechter die erop toezag dat de advocaten zich aan de geldende regels hielden. Desnoods traden die rechters ook disciplinair op. In Frankrijk was de situatie heel anders. Daar hadden de advocaten zich sinds de middeleeuwen steeds beter georganiseerd. Ze hadden zich langzaam maar zeker ontworsteld aan het directe toezicht van de parlementen, de vorstelijke rechtbanken. In Parijs, maar ook in andere steden, waren ordes van advocaten ontstaan. De ordes kenden een eigen bestuur en bepaalden zelf wie tot de balie werd toegelaten. Die ordes behielden hun zeggenschap over de advocatuur totdat in 1789 de Franse Revolutie uitbrak. De derde stand organiseerde zich in een nationale vergadering waarvan ook veel advocaten lid waren. Die nationale vergadering gooide het roer radicaal om. Het oude rechtssysteem werd volledig afgebroken. Er werden regels aangenomen waardoor voortaan iedereen zichzelf of een medeburger mocht verdedigen voor de rechter. Tegelijkertijd werd de titel van advocaat afgeschaft en werden de advocatenordes opgeheven. Voor het revolutionaire bewind waren die orders niets dan elitaire corporaties, gilden die ten dienste hadden gestaan van het ancien regime en afgeschaft moesten worden. Maar de nieuwe koers leidde in de praktijk tot chaos en wantoestanden. Nu kon echt iedereen zich als raadsman opwerpen. Kwaliteitseisen werden niet langer gesteld. In 1804 werd aan die praktijk een einde gemaakt. Er kwam een wet die niet alleen het juridisch onderwijs reorganiseerde, maar ook de advocatentitel en het advocatentableau terug liet keren. De praktische uitvoering van de orde en discipline van de balie werd overgelaten aan een regeling bij keizerlijk decreet. Dat decreet zou er pas in 1810 komen. Napoleon koesterde namelijk wantrouwen ten opzichte van de mondige en onafhankelijke advocaten. Dus zorgde hij er in elk geval voor dat de in ere herstelde orders onder toezicht kwamen te staan van zijn procureur-generaal bij het keizerlijk gerechtshof. Op vrijdag 14 december 1810 werd het keizerlijk decreet door Napoleon in het Tuileriepaleis ondertekend. De terugkeer van de orders in Frankrijk was voltooid. Intussen was ons land gespaard gebleven van de gruwelen van de Franse Revolutie. De Bataafse Republiek had in 1806 plaatsgemaakt voor het Koninkrijk Holland, waar Napoleon zijn broer Lodewijk op de troon had gezet. En de nieuwe koning pakte zijn voornemen om staat en bestuur te centraliseren voortvarend op. Zo had hij opdracht gegeven voor een wetboek op de rechtelijke instellingen en rechtspleging. In dat wetboek was ook de positie van de advocaten en procureurs geregeld. Zij zouden als praktizijns gaan functioneren bij de nieuwe rechtelijke organisatie. Het wetboek werd echter nooit ingevoerd. Inmiddels had Napoleon schoon genoeg van de weinig Fransgezinde opstelling van zijn jongere broer. In de zomer van 1810 werd ons land volledig ingelijfd bij het keizerrijk. En begin 1811 werden ook hier de Franse wetten en rechtspraak ingevoerd. Het keizerlijk gerechtshof nam zijn intrek in Paleis Noordeinde en de advocatuur werd naar Frans model georganiseerd. Alle advocaten werden voortaan op het tableau ingeschreven en de advocatenordes en raden van discipline deden hun intrede. De geboorte van de moderne advocatuur in Nederland was een feit. De Franse overheersing duurde ruim 3 jaar. In 1813 leed Napoleon een gevoelige nederlaag bij Leipzig. De Fransen verlieten hals over kop ons land
En op 30 november keerde de prins van Oranje terug uit Engelse ballingschap. De nieuwe vorst, Willem I, liet de Franse regelgeving voorlopig in stand, totdat de Nederlandse wetboeken konden worden ingevoerd. Maar die Nederlandse wetgeving liet op zich wachten. En toen de wetgevingscommissie rond 1830 eindelijk zijn werk af had en alles in gereedheid werd gebracht voor invoering van die wetten, brak de Belgische opstand uit. Door dat uitstel bleef het keizerlijk decreet van 1810 nog altijd van toepassing op de Nederlandse advocaten. Het was uiteindelijk wachten tot 1838. Op klokslag van middernacht tussen 30 september en 1 oktober vervielen de Franse regels en werd het Nederlandse recht van kracht. Daaronder bevond zich ook een nieuw reglement voor de orde en discipline van de advocaten en procureurs. Maar dat reglement leek in veel opzichten op de Franse voorschriften. Die Franse regels waren weliswaar na 1838 verdwenen, maar hun organisatievorm voor de advocatuur is gebleven. Het bestuur van de orders wordt al lang niet meer benoemd door de procureur-generaal, maar door de advocaten zelf gekozen. In 1952 kreeg de balie met de advocatenwet een wettelijk verankerde positie. En er kwam een landelijke orde van advocaten. Ondanks die ontwikkelingen worden advocaten in ons land nog altijd door de rechtbank beëdigd. En worden ze vervolgens op het tableau ingeschreven. Nog altijd maken ze onderdeel uit van een plaatselijke orde waar ze onder toezicht staan. En nog altijd zijn ze gehouden tot het naleven van hun beroepsregels, gecontroleerd door de tuchtcolleges. Eigenlijk nog altijd zoals dat nu 200 jaar geleden werd ingevoerd dankzij een keizerlijk decreet uit Frankrijk.